heeft het zijn majesteit, de koning behaagd u, Tjeerd van der Kooi, te benoemen tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De 75-jarige Tjeerd van der Kooi uit Sneek heeft zaterdagmorgen uit handen van de burgemeester Jannewietske de Vries een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn bewezen diensten. Hiermee is Tjeerd officieel ridder in de orde van Oranje-Nassau. Ja, wel een verrassing. Niet op gerekend. Ik had een heel ander beeld bij deze morgen, maar dit kwam aan het eind er nog even achteraan. Dat was, nou, leuk. Ja. Je had er niet zien aankomen? Nee. Nee, dat hebben ze redelijk rustig gehouden, want ik wist echt helemaal nergens van. Nee, ik moest even een praatje houden over, over het proces. Hoe we binnen onze kerkelijke gemeente gekomen zijn tot één kerkgebouw. En wat alles in de voorbereiding van de vernieuwbouw, alle zaken die er aan de orde zijn gekomen rondom vergunningverlening, rondom het realiseren van een ontwerp. Ja, later bij de uitvoering van de bouw. Nou, dat heb ik geprobeerd wat uit de doeken te doen met nog een aantal sprekers die erbij betrokken waren. En toen kwam voor mij dit er nog even achteraan. Nou, dat is heel aardig van de mensen die eraan gedacht hebben. Met grote toewijding heeft Tjeerd zich ingezet voor de verbouwing en herbenoeming van de Martinikerk in Sneek en speelde hij als voorzitter van de bouwcommissie een cruciale rol in dit project. Wat vindt u nou echt het mooiste van deze kerk? Nou, een van de hele mooie dingen die we gevonden hebben zijn bijvoorbeeld deze oude cerkenvloeren. Die hebben we weer teruggebracht naar hun oorspronkelijke vorm. Er zit bijvoorbeeld een cerk bij uit 1402. Daar loop je gewoon overheen, maar toch, het verbindt het verleden met het gebouw. Het geeft het gebouw zijn unieke karakter. En het orgel is natuurlijk ook een geweldig mooi orgel. Het klinkt prachtig. Het orgel is eigenlijk ook een monument. En voor de rest heeft deze kerk als echt, wat echt mooi is, dat het die cirkelvormige, halfcirkelvormige opstelling van de banken heeft. Dat geeft het karakter dat je eigenlijk je hier omarmd voelt. Je kijkt niet iemand in zijn nek, maar je ziet links en rechts van je iedereen zitten. Het geeft een heel goed gevoel van verbondenheid. Het is een hele, hele fijne, knusse kerk eigenlijk, ondanks dat het een groot gebouw is. De Martinikerk in Sneek is na afronding van de vernieuwbouw inmiddels 1,5 jaar in gebruik. Tijdens het symposium op zaterdagmorgen werd voor de laatste keer teruggeblikt op de verbouwnieuwbouw van de Martinikerk in Sneek.